Wij vragen vandaag aandacht voor het Reumafonds, maar wel een beetje op een ludieke manier. Ik was zelf ook helemaal niet bekend met de cijfers. Maar als je hoort dat 2,3 miljoen Nederlanders een vorm van reuma heeft, dat het 1 op de 5 mensen is. En ook ik zat met het plaatje in mijn hoofd, het is een oude mensenziekte. Dat is gewoon niet waar. De helft van de mensen met reuma is onder de 65. Open je blik, staat er op het blikje. En dat blikje symboliseert tegelijkertijd de fysieke staat van reuma-patiënten, want als je echt last van reuma hebt, is het verdomme lastig om zo'n blikje makkelijk open te krijgen. Maar ik denk met zo'n actie en bijvoorbeeld de RTL Boulevard en Shownieuws daar aandacht aan besteden. Kijk, jongeren gaan niet uit zichzelf de website van het Reumafonds opzoeken, want daar hebben ze niks te zoeken. Behalve als ze er zelf last van hebben of als er iemand in hun directe omgeving is die een vorm van reuma heeft. Wat heel belangrijk is, er wordt weer gecollecteerd, er wordt weer aandacht op gevestigd. Maar misschien is het grote verschil bij het Reumafonds wel dit. Dat er zicht is op genezing en zelfs het voorkomen van reuma. En ik denk als je dat perspectief van de horizon kon plaatsen, dat je dan echt je blik opent. En dan kan je alleen nog maar doneren, toch?